Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite update video. Als je wil, druk natuurlijk eventjes op het blauw duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En jullie zien de itemshop van vandaag in beeld staan. En vandaag hebben we allemaal kippen items met de reden. Nou, daar kom ik zo meteen op terug. In ieder geval, rechts onderin kun je natuurlijk de code teveelgevraagd invullen als je iets gaat aanschaffen. Wie dat ook heeft gedaan is Volt. Ik heb deze backbling met jullie zak gehaald. Heeft Volt heel erg bedankt voor het gebruik van onze code natuurlijk. En zeker weten, een leuke backbling. Een exclusive trouwens. Dames en heren, we gaan denk ik direct starten. Ik heb vandaag nou niet zo heel erg veel. Maar de nieuwtjes die ik heb zijn best wel leuk. Dus we gaan direct starten. Wow, maar bijna vergeten, een dikke shout-out naar Quintendo voor het maken van de gameplay. Yes, en we gaan natuurlijk eventjes beginnen bij hoe ver we nu zitten in dit seizoen. Op dit moment zitten we boven de 90%. Wat betekent dat we nu nog 10 dagen lang in dit seizoen zitten, officieel. Dus het is echt aftellen nu. Ik bedoel, ietsje meer dan een week. Dan gaan we dus overal naar het nieuwe seizoen. Zijn jullie een beetje hyped? Nou, laat het eventjes achter in de reacties. Ik ben behoorlijk hyped. Dus ik ben namelijk heel erg benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren bij het begin van Season 2. Want het lijkt er inderdaad op dat we dit seizoen geen event gaan krijgen. Maar dat betekent dat we volgende seizoen wel iets gaan krijgen. Maar daar ben ik dus wel echt heel erg nieuwsgierig naar. We gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit gaat eventjes over een soort van update die we gisteren hebben gekregen. Namelijk, ik ga eerst eventjes aangeven wat er allemaal is verwijderd gisteren. Jawel, namelijk meerdere dingen. Allereerst de IO Patrol Guards, die zijn nu gedisabled. Bouncers zijn weer gevallen. De Spider-Man webshooter kun je niet meer uit chesten vinden. En de Armored Wall spawn kans is weer teruggezet naar normaal. Dan weet je dat. Dan is er ook iets toegevoegd. Meerdere dingen zelfs. Namelijk allereerst, dit is weggehaald, maar de shark, wolves, frogs en die zwijnen, die zijn gevald. Maar kippen, die zijn meer toegevoegd. Dus je kunt meer kippen vinden. Ja, dus het is de week van de kippen, namelijk Avian Ambush Week. Dus met die reden hebben ze dat gedaan. Maar dat is niet het enige. Namelijk kippen, die zullen nu ook terugvechten wanneer ze aanvalt. Dus het zijn niet echt mini beestjes die wegrennen. Nee, ze vallen je gewoon aan. Dus oppassen daarvoor. Daarnaast kun je er ook eentje vasthouden. En die zal, tegenstanders proberen uit te schakelen. Dus je kunt hem eigenlijk ook soort van jouw companion maken. En dan zal die andere aanvallen. Dus dat is ook zeker weer te grappig. En wat ook nog eens grappig is, namelijk kippen. Sommige kippen, tenminste glowing chickens, die houden nu loot bij zich. Dus als je die killt, krijg je loot. Dus dat is natuurlijk niet verkeerd. Dus ja, er zijn gisteren wat dingen uitgehaald, wat dingen toegevoegd. En het is dus de week van de kippen. Vandaar dat ook in de item shop de chicken skin te halen is. Natuurlijk ook de glider en de pickaxe. Dus zeker weten, grappig om te zien. Dat is niet het enige wat is toegevoegd. Namelijk nog één dingetje als bonus. Namelijk de haven feathers, die dropkans uit chesten, die is nu verhoogd. Dus je kunt nu vaker dat vinden. Dus dat is ook niet verkeerd natuurlijk. Oké, dat eventjes over deze mini-update. We gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit gaat natuurlijk eventjes over de earthquakes. Namelijk de earthquakes die blijven doorgaan. Namelijk, jullie zien het hier. We zitten nu echt rechts van Tilde Towers. Daar is op dit moment de laatste earthquake te voelen. En hij gaat richting het huisje natuurlijk rechtsboven Tilde Towers. En dat zal waarschijnlijk binnen 3 à 4 dagen gebeuren. Dus we houden alles in de gaten. Elke dag zal ik eventjes een updateje geven over waar de laatste de earthquake is geweest. Ik hou jullie up to date. We gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit gaat eventjes over een PlayStation Cup. Namelijk een Duo's Cup waar $100.000 te winnen is. Is op 11 maart speelbaar. Jawel, dit zal waarschijnlijk niet 100.000 worden in alleen Europa. Ik denk dat dat verdeeld is over allemaal continenten. Dus het zal waarschijnlijk niet heel erg veel zijn wat je kan winnen. Maar toch leuk dat je iets kunt winnen. Stel je bent niet goed, kun je toch meedoen en dan kun je deze emote winnen. Dus daar hoef je maar een paar punten volgens mij voor te halen. Dus ik zou zeker weten eventjes meedoen. Heb je die emote? Moet je wel een PlayStation hebben. We gaan door naar het allerlaatste dingetje. Yes, en dit is gewoon eventjes een grappige clip van iemand die op een lullige manier doodgaat.
ja, had hij zich helemaal volgehield met natuurlijk Shield. Had uiteindelijk niet zoveel zin. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk even op het blauw duimpje omhoog. Daarmee sport je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Zak te veel vraag kun je gebruiken. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe video. Peace out.